Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie werkt eraan om zijn personeel te motiveren zich harder in te zetten. Hij hoopt dat met beter gemotiveerde agenten de misdaadcijfers zullen dalen. De bewindsman heeft de politiebureaus nog niet bezocht, maar op het ministerie heeft hij al 2 motivatiesessies gehouden. Eén met de korpsleiding en bepaalde strategische diensten. Bijvoorbeeld zware criminaliteit, inlichtingendiensten, heb ik al een sessie gedaan. Daarna weer een sessie met het managementteam van de COVID-handhaving. En vanwege alle drukte, we zitten nu weer in een derde golf, is het me nog niet gelukt om echt die stations aan te doen. Maar ik ben wel vaak op straat, overdag, 's avonds, tijdens de lockdown. En ik praat ook met de manschappen en ik zie ook, en men zegt het me ook van, minister, de behoefte is er. We willen u in het veld zien. Kom met ons praten. Toch? Hoor van ons wat de uitdagingen zijn die we allemaal meemaken. En ik sta echt daar open voor. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie woensdag voor de aanvang van de raadsvergadering.